Alleen die varens hebben al meer dan 20 verschillende. Ja. En dan ook nog een aantal. Ja, dat weet ik niet. Kun je gooien? Geen, dat weet ik niet, echt niet. Nee? Nee. 100, 200, 300? Ja, een paar honderd. Hè? Een paar honderd, ja. Een paar honderd wel? Ja. Ja? Ja. En je kent ze allemaal met naam? De meeste wel, ja. Ja? Ja. En wat vind je nou zelf de mooiste? Eigenlijk zijn ze allemaal even mooi. Ja. Je houdt van alle planten evenveel? Ja, ja. Ik heb geen, ja, vroeger had ik aan de voorkeur orchideeën en cactussen. Maar dat ging meer over, de hobby was eigenlijk zaaien en te stekken en het opkweken. Dat was dus de hobby. Het ging niet zozeer om de plant, maar en, hoe moet ik dat zeggen? Je kunt iets indelen in moeilijkheidsgraden, maar dan val ik weer op de ene terug. Hè. Je hebt alleen maar moeilijke mensen en geen moeilijke planten. Maar er zijn wel een heleboel planten, daar is het heel lastig van om die te kweken. Dan moeten dus experimenteren vaak. Ja, ik ben zorg. Hè? En mijn zorg. Ja. En dat vind ik het leuke dus erin. Als het resultaat er is, dan is het eigenlijk af. Ja. Dus mij gaat het zo moeten doen. Ik heb dus orchideeën gehad. Ook zo'n vrouwenschoentje. En die had ik gekocht. En die staan dan in een pot met agar. Dat is een voedingsbodem. Dat is net zoals de gelatine. Net als gelatinepudding. En daar zitten weet ik hoeveel ingrediënten in. En dan doen ze daar, dat heet een protokorm. Dat is een verder ontwikkelde cel van meristemen. En dan komt er een groeipunt aan, een paar worteltjes. En zo kocht ik hem. Ze zei tegen mij, je weet nog hoe je moet behandelen. Ik zei, ik heb je vinier gevraagd. Dus ben ik teruggegaan. Toen zei ik, Camille, waar moet je in? Want als je die pot openmaakt, dan komt die in aanraking met de buitenlucht. Want die worden namelijk in vitro gekweekt. In een couveuse. Dat is een baby die in de couveuse moet. Moet ook met handschoenen aan. Die planten, steriel, worden die gekweekt. En dan moeten ze naar de boze buitenwereld. Want dat moet, vol met organismen, onder andere schimmels. En dan gaan ze sneuvelen ook de meeste. En op dat punt moeten ze uit de... Als ze op die grootte zijn dat ze naar buiten gaan, moeten ze het eruit halen. En toen bleek dat je in zure grond moet. En dat wordt ingedeeld... pH, ik weet niet of je ooit voor het woord zuurgraad. Ja, ken ik. Van 1 tot 14. Ja. Dus van 1 tot 7 is het zuur. En van 7 naar 14 noemen ze alkalisch. En ons regenwater, of ons leidingwater hier, is dacht ik 11 in Oosterhout. Dat is hoog. Er zit veel kalk in. Inmiddels is het iets omlaag. Nou, die orchidee die ik toen kocht, moet in de pH 4. Dat is hetzelfde als azijn, bijna. Kruidenazijn. Nou heb ik dat gedaan. Toen ben ik naar, hoe kom ik aan grond met die hoge zuurgraad? Oftewel die lage pH. Toen zei iemand tegen mij, die is een paar jaar geleden overleden, Tine van Alderen, die woonde hier aan de kant, Julianenlaan, een vogel en een rhododendron liefhebber. Het enige wat ik weet, zei hij, is waar vroeger de dierentuin van Tilburg had staan, langs de oude weg. Waar al die rhododendrons staan. Ben ik daar aan toe gefietst. Maar daar kon ik niet meer bij komen. En toen heb ik iets anders bedacht. Toen ben ik hier naar de waterleiding gegaan. En daar hadden in één bos, waar ze die honden africhten, hier voor en tegenover de Chinees, tegenover jullie, recht tegenover. Het museum. Daar is die humuslaag zo dik. En dat is allemaal van die sparren die er staat. En dat heb ik weggedaan. Toen heb ik zo'n zakje gele grond gevat. Geel zand. Meegenomen. Ervan uitgaande dat het zuur is. Toen heb ik bij Avri kunnen kopen. Je kunt lakmoespapier kopen, kunnen om zuurgraad. Maar je kunt ook, hoe heet dat bedrijf nou, weet ik niet meer, van Bayer of zo. Kunnen iets kopen en heb ik gemeten en dat was pH 3 punt zoveel. Oh, dat is goed. Dus dat was goed. Dan heb je orchideeën ingezet en het jaar erop, zo hoog. Zo. En het jaar erop, alles kapot. Want... Dat neem ik ook altijd mee als ik lezingen geef. Je hebt dus die zuurgraad in die pot zo. Je zet hem buiten neer. Het gaat in een keer flink regenen. Dat geldt ook voor vijvers. Hè? Al die mensen die zeggen,
De zuurgehalte van de vijver moet zo hoog zijn. Eén onweersbui. En daar klopt helemaal niks meer van. Nee. Daar ligt heel hoge zuurgehalte. Want dan, het water keert zich, zeggen ze vroeger wel eens. Hè. Ja. Het, onderin is het altijd 4 graden. Hè. Onderin de vijver. Altijd. Het winters ook als je diep genoeg is. Want water heeft de grootste dichtheid bij 4 graden. Dan spring ik ergens anders op. Maar komt op hetzelfde neer. Die zuurgehalte van de vijver kan jij nooit handhaven. Dan moet hij zo groot zijn dat je dat zelf kunt regelen. Maar niet in zo'n bakje. Nou, en de zuurgehalte in de potgrond, in zo'n bakje, dat kun je niet. Dat doe je bijna alles verkeerd. Nu is het goed. Eén flinke bui. Sorry. Het is anders, want je weet niet wat er, hoe zuur het water van de hemel komt. Op zich is dat zacht, maar door alle vervuiling niet. Er zit van alles tussen. En dan gaan ze kapot. Ja. Dus dat werkt hier helemaal niet. En dat klopt, dat heb ik ook gehad. Hetzelfde geldt met vijvers. Ik heb cursussen gegeven, vijver aanleg. Want ik heb veel vijvers aangelegd. Daar kwam ook geschreven, ook. Foto's van gemaakt. Ja. Ik heb daar laten zien. Bij wie en hoe. En waarom. Al wat ze dan op school vertellen, met zo'n vijvers, en dus dan deze 5x3, er zit 9 kuub water zit erin. Dat kan ik gewoon uitrekenen. Maar dit is geen vijver, die noem ik een poel. Weet je waarom? Er zitten duizenden kikkervisjes in, nou, en van een pad en van een kikker. En salamanders. Als ik één keer schep heb, me net helemaal vol, zie je er allemaal bewegen. En allemaal kikkervisjes. Dan wat ik daar groen ook erin, want daar vreten ze allemaal op. Het zit vol met algen. Draadwier eigenlijk. Met een heel ander hoofdstuk. Maar mij gaat het erom, daarom is die tuin nou, een heel hoop mensen van goede doel hier kwamen kijken, elk jaar. En dan vinden ze 2 keer niks, want die hebben een tuin, die moeten pieken. De tuin is op zijn mooiste en dan gaan ze op vakantie. Ja. Ja? Ja. Degene die een volgtuintje hebben ook. Dan gaan ze op vakantie, ja. En kan een andere tomaten gaan plukken. Dat zijn allebei, dat weet ik veel wat. Klopt. Maar ik doe dus de tuin, ik noem de ecologie. Hier zitten achter zitten egels, om die hopen. Ik heb er al een hele grote hoop. Aan de rechterkant composthoop en links ook. Achter die hoop stikt de moord van de muggen erop. Die steken op. Ja, nou. Hier hebben egels. Ik heb voort salamanders. Laat ik scheppen, dan heb ik schepper zo uit. Ja. Ken jij die? Ja, natuurlijk. En deze vroeger ook vangen, hè? Ja,